Probleemkinderen, jeugdcriminaliteit. Is er een verband tussen deze twee? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Sranatorie. Vandaag voeren wij een gesprek met de oprichter van Stichting Roma's, mevrouw Emmy Hart. Welkom erbij, mevrouw Hart. U bent de oprichter van Stichting Roma's. Wat is het doel van de stichting precies? Nou, ik heb van God gekregen. Ik heb een visioen gehad. En in mijn visioen heb ik gezien dat ik jongens uit de gevangenis moest redden. Dus dat was eigenlijk de aanleiding van... ga voor de jongens die uit de gevangenis komen. Ik was zo bang ervoor, dus ik dacht dat God bedoelde geestelijke gevangenis. Omdat heel wat jongeren, de jongens op straat, hebben geen vader thuis. Dus ik denk, God heeft bedoeld geestelijke gevangenis. Maar naderhand, na 14 jaren, weet ik dat mijn roeping is om voor jongens te gaan die letterlijk en figuurlijk in de gevangenis zijn beland. En jongens die hulp nodig hebben, geestelijk. Mevrouw Hart, vindt u dat het aantal probleemkinderen in Suriname is gestegen? Ik denk van wel, omdat ik vrienden heb. Binnen mijn context waar ik wandel, heb ik heel wat vrienden die zich met dezelfde doelgroep bezighouden. En zij praten er vaak over en wij weten dat het groter is geworden, vooral als we kijken naar de economische situatie van het land, denk ik wel. Het onderzoek moet ook zijn, want ik heb begrepen dat mevrouw Terborg een onderzoek heeft gedaan. Maar ik denk dat jongeren nu nog meer problemen hebben dan vroeger. Je hebt het net over probleemkinderen. Maar wat is volgens u de oorzaak van jeugdcriminaliteit in Suriname? Jeugdcriminaliteit is een woord, hè. Jeugdcriminaliteit. En de oorzaak, ik kan makkelijk zeggen, wanneer er geen toezicht is, wanneer er geen begeleiding is, wanneer er geen aandacht is voor kinderen, dan kunnen kinderen afdwalen. Want ze hebben niet de nodige aandacht van volwassenen. Dat noemen we de ouders, de leerkrachten, de beleidsmakers. Die hebben dan, het is ze nog niet gelukt om zodanig de jongeren bezig te houden, zodat ze zich met positieve dingen kunnen bezighouden. Zonder controle laat je kinderen los en zij gaan dan zelf hun weg zoeken. Vaak verkeerd. U heeft het over de ouders, of ja, niet per se de ouders, maar u heeft het over toezicht. Maar in hoeverre draagt de samenleving bij aan het creëren van probleemkinderen en jeugdcriminaliteit? Ik denk, toen ik pas met Roma's begon, had men me uitgenodigd om naar Israël te gaan. En ik heb een vriendin, een van de mensen van Roma's was naar Israël. En daar heb je een stad, Beersheba, waar een drop-out 1% is. En dan kan je gaan kijken, wat doet men? Men doet alles en dan ook alles om de criminaliteit, om kinderen in school te houden, zodat ze geen drop-outs worden. Dat wil zeggen, je moet je onderwijs aanpassen. Dat wil zeggen dat je moet gaan kijken, wat hebben kinderen nodig in bepaalde leeftijdsgroepen. En als je eraan werkt, dan weet je dat je dat kan verminderen. Dus oorzaken, ik denk dat we te weinig zorg dragen voor jongeren. Ik denk dat het jongerenbeleid geen prioriteit is. Want als het prioriteit is, ga je alles doen. Ik herinner me toen ik directeur was van de Marie Lefebvre School, dat is al langer dan 30 jaar, 40 jaar. Elke zaterdag ging ik naar Kommerwijnen, bootje oversteken. En dan leerde ik die kinderen volleybal. Ik ben sportvrouw geweest. Leer je de kinderen volleyballen? De kinderen van Nieuw Amsterdam wachten op de kade op me. En ik heb vrienden gehad die hetzelfde deden. Ze zetten zich in voor het kind. En dat doet er niet toe welk kind. Maar ik vind dat, ondanks het feit dat we een ministerie van sportzaken hebben, zie ik niet echt dat mensen zich willen inzetten voor het Surinaams kind om alles en op alles te doen om kinderen van de straat te houden. Laat van sport. Maar kinderen moeten bezig gehouden worden in buurthuizen, in wijken. Dat is weggevallen. In mijn tijd hadden we het wel. Ja. Je zei zo net een interessant woord. Je zei jongerenbeleid. En je had het ook over het onderwijs. Hoe kan de overheid
dus naast die twee dingen, ook ervoor zorg dragen dat het aantal probleemkinderen en jeugdcriminaliteit daalt in Suriname? De overheid weet precies wat ze moeten doen. Het is heel, ik heb een leus ergens gelezen. Er zijn heel veel mensen die weten wat ze moeten doen, maar te weinig mensen die doen wat ze weten. De overheid weet wat de overheid moet doen. De overheid moet ervoor zorgen dat op scholen de kinderen creatief bezig gehouden kunnen worden. De sportvelden zijn weg. Ik ben sportleerkracht, ik heb sport gestudeerd. Mijn mooiste tijd in mijn leven zie ik nog zo. Ik was voetbaltrainer, volleybaltrainer, basketbaltrainer, slagbaltrainer, atletiektrainer. Er waren schoolsporttoernooien. Ik was de captain. En dan had je een heleboel schoolkinderen, gelukkige kinderen. Waar is het gebleven? Ik was als sportleerkracht was ik degene die toneelwedstrijden, daar ga je met de kinderen. Ik was degene die met andere leerkrachten, songfestivals. De kinderen hadden iets, dus de regering zorgde ervoor. Hoe zal het komen dat we nu niet meer op deze dingen letten? Terwijl dat juist bevorderlijk is voor onze jeugd. De dingen die eigenlijk noodzakelijk zijn voor de groei van onze kinderen, die zijn eruit gegaan. Dus de regering, het onderwijs, niet alleen het onderwijs, er is ook een directoraat sportzaken, er is jeugdzaken, ik denk dat ze wel wat doen. Jeugdzaken begrijp ik dat ze het nu serieus aanpakken met die nieuwe minister. Maar ik denk dat we nog agressiever, het beleid moet agressiever losgelaten worden op onze jongeren. Dan denk ik dat we het zullen maken. Maar het moet merkbaar zijn. Mensen willen dingen zien. En pas dan als je het ziet, kan men zeggen, idee broken. Als men het niet ziet, dan denkt men dat je niet werkt, terwijl je achter de schermen werkt. Dus mijn advies is dat de regering, het onderwijs, allemaal, dat ze zichtbaar verandering gaan brengen wat het jeugdbeleid betreft. Ja. Maar het gaat over probleemkinderen en jeugdcriminaliteit. Is er een verband tussen die twee? Hoe groot is de kans dat probleemkinderen criminelen worden later? We hebben een hele mooie leus bij Ruma's. We hebben een mevrouw Becker, die kwam uit Nederland. En die hield ervoor om te praten van ongewenst gedrag. En zij zegt, als je je kind opvoedt, heb je gewenst gedrag. Als je merkt dat iets niet goed gaat met je kind, dan is het ongewenst gedrag dat het kind vertoont, etaleert. En dan moet je als ouder, als school, als medeopvoeder gelijk ingrijpen. Wat gebeurt er? Men grijpt niet in. En het ongewenst gedrag, als het niet gecorrigeerd wordt, wordt het probleemgedrag. Vandaar dat we zoveel probleemjongeren hebben. En het probleem kan nog aangepakt worden. We kunnen ermee werken. Maar wat is er gebeurd? Omdat probleemgedrag niet voldoende gecorrigeerd wordt, wordt het crimineel gedrag. Want kinderen tussen 12 en 18 jaar zijn pubers. En pubers willen experimenteren, zijn nieuwsgierig. En ze gaan dus werken met experimenten, drugs, met seks, met dingen die gevaarlijk zijn, waarbij wij weten, if you go there, you're fussy, maar zij weten het niet. Dus daardoor moet er een wakend oog zijn voor onze jeugd. Onze jeugd weet niet hoe gevaarlijk de wereld is en valt dan in zo'n valstrik. En beland bij opa Doelie. En dat is criminaliteit. Als ze in groepen zijn, dan zie je ze in een buurt opereren, want men controleert ze toch niet. En dan hebben ze messen. Wij hebben een heel mooi programma in het bos. Meneer Milton Tuwar, die weet er alles van. Wij brengen jongens naar bosbivak in het bos. Dat zijn jongeren die probleemjongeren zijn. Voordat ze in het crimineel circuit komen, dan brengen we 30 jongens, 20 jongens naar het bos. En we werken met ze op woede en agressie. Meestal hebben dit soort jongens een ingehouden woede, een ingehouden rok tegen mensen. En dan gaan we ze trainen, we doen veel sport, zodat ze zich kunnen ontstressen. En die dingen moeten terugkomen, zodat je een plek op te gaan. Wat merk je nu op? Ik hoor gisteren weer dat de jongen zich heeft verhangen of zo, ik weet het niet. Maar eentje heeft het gedaan. En daarvoor ben ik heel erg voorzichtig en het maakt me droevig. Want als er iemand was voor deze jongen om te praten, dan leefde hij nog. Wij moeten pep talks hebben met onze kinderen. Bij Stichting Rumas hebben we een jeugdteam die uittrekt naar scholen.
school hebben vaak geen geld, dus ze willen bijna niet betalen, maar we vinden het niet zo erg. Maar zij gaan en helpen de kinderen, we motiveren kinderen. Dus zulke dingen moeten terugkomen, die motivatie op die scholen. Dan wil ik het weer hebben over jeugdcriminaliteit. Vindt u dat het resocialisatieproces van minderjarigen die waren opgesloten voldoet om het draaideureffect te voorkomen? Ik heb niet het gevoel, maar dat zeg ik niet zomaar, dat er een effectief programma bestaat. Ik weet dat toen wij 5 jaar of 10 jaar werden, dat mevrouw Lilian Wiebers voor minister Belfort een resocialisatieplan had geschreven. Ik heb het nooit meer gezien. We hebben gediscussieerd in het congreshal erover. Dus het zal er zijn, maar wat ik je zeg, mensen zijn visueel ingesteld, mensen willen dingen zien. Dus ik denk, ik heb het gevoel dat het niet adequaat toegepast wordt. Want het is gebleken dat heel wat jongeren die uit de gevangenis komen, weer in de gevangenis belanden. Vanmorgen had ik één bij mij en hij zegt me, ja moeder, en dat. Ik zeg, stop ermee, want zoals je praat wil je me zeggen dat je straks weer die kant uitgaat, naar de gevangenis. Dus je ziet dat hij opvang zoekt, hij zoekt liefde, hij zoekende. En waar kan je het vinden? Er moeten meer centra komen waar men weet, op Latour kan ik bij meneer Stubila, hoe heet hij, Koster gaan, Wintiwai kan ik daar gaan, in Texas kan ik daar gaan. De jeugd moet weten dat er een plek is waar je kan gaan om te praten. En ik vind dat dat nog niet zo goed is opgevangen. Mevrouw Hart, het is zondag Vaderdag. Welke kwaliteiten bezit een goede vader volgens u? Welke kwaliteiten bezit een goede vader? Nou, voor mij, als vrouw, als moeder, het eerste wat ik denk is de liefde die een vader kan geven. En dan praten we over waarden. Waarden zijn dingen die zeer belangrijk zijn. En als een vader liefde kan geven, heeft hij eigenlijk gewonnen. Liefde kan geven aan alle kinderen die hij verwekt heeft. Want vele vaders hebben twee daar en weet je. Maar het zou mooi zijn als je alvast thuis de liefde kan geven die kinderen willen. En als tweede, zorgzaamheid. Zorgzaam met je kinderen omgaan, je kinderen een hug geven, weten dat je er bent voor je kinderen, aandacht is ook een waarde. Hoeveel aandacht geef je aan je eigen kind? Stop tijd aan je kind, want elke keer wanneer je tijd aan je kind stopt, krijg je het terug. En aandacht, liefde, neem je verantwoordelijkheid. Laten we eerlijk zijn, er zijn veel papa's die hun verantwoordelijkheid nemen, mijn felicitaties. Er zijn ook veel papa's aan wie het nog niet zo goed gelukt is om die verantwoordelijkheid te nemen. En dat kan uiteenlopend zijn. Sommigen willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar die mama's doen soms lastig. Misschien ervaren ze nog pijn, misschien hebben ze nog iets te klaren met papa. En die kinderen worden de dupe, waardoor de vele papa's klagen dat ze geen toegang hebben tot hun kinderen. Dus die verantwoordelijkheid hoor je te nemen. Maar ik denk dat een goede vader, wanneer hij niet meer met de moeder van zijn kinderen is, dat hij toch gaat uitreiken om te vergeven, om die relatie levend te houden, waardoor hij de toegang tot zijn kind altijd kan openhouden. Dat is voor mij zo een beetje de waarden. Ik denk dat als je daarmee kan doen als vader, dat je het goed kan doen. Ik wil misschien iets toevoegen als ik het maak. Ik ben communicatietrainer. En als trainer zeg ik, ken je kind. Als je 3 kindertjes hebt, ken je kind. Het ene kind wil echt een hug hebben. Wil je voelen. Dus als je als vader dat niet weet, dan doe je niks aan. Maar het zou mooi zijn als je gaat spelen, rollen met je kind over de vloer. Weet je, het kind vindt het lekker. Het andere kind is zo blij als papa met een pakje chips thuis komt, papa heeft iets voor je meegenomen, dan maak je je kind blij. Dat is ook een waarde. De plezier, heb plezier met je kinderen. Maak je kinderen blij. En andere kinderen willen dingen horen. Dus maak je kinderen heel veel complimenten. Dat een goede vader maakt complimenten, een goede vader geeft een hug.
een goede vader neemt, desnoods een ijsje, al is het niet zoveel geld, neem iets mee voor het kind. En een goede vader zit en praat tot zijn kind. Dat is het mooie, want als je kan praten tot je kind, heb je ook heel veel gewonnen. Hartelijk dank, mevrouw Hart. Graag gedaan. De boodschap van mevrouw Emmy Hart was dus duidelijk. Ook namens team Sranan Tori wensen wij alle vaders een fijne vaderdag toe. Heeft u een onderwerp dat u wenst te belichten via ons programma, dan kunt u ons gerust een WhatsApp berichtje sturen op het nummer 84 85 816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranan Tori. Sranan Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.